What's up, everybody? Welcome back to another highly combustible reaction. What's up in the next one on our Sunday with Lubach journey? Religious education. No idea where we're going. It's coming out from Raphael. Much, much love. I definitely appreciate it. If you enjoy it, get over and show the Avon show. Met Aryan Lubach. All the love in the world. We're already subbed up. We already smashed the like button. Let's go on the journey. You already know he's going to take sometimes important topics and spin them around into something else. But he knows the time. He just uses common sense, and most people with common sense look at it and laugh. Let's go. Dames en heren, ik zat op een fijne basisschool. Ik heb daar heel veel geleerd. Bijvoorbeeld 2 plus 2 is 4. De slag bij Waterloo was in Waterloo. En als het stortregent en je propt hard genoeg, dan passen alle diersoorten van de wereld op één boot. Ik zat namelijk op een school met de Bijbel. Een school in de categorie bijzonder onderwijs. En dat is niet bijzonder op de manier waarop Sjoerd Jan uit mijn klas werd omschreven als bijzonder. Als hij weer eens de kat van de buur had opgeblazen met een voetbalpomp. Ja, zo'n bijzondere jongen. Ja. Nee, bijzonder als in bijzondere scholen geven les vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. Deze scholen worden door de overheid betaald. En hoe dat zo is gekomen is ook heel bijzonder. Dat was in 1917. De socialisten krijgen algemeen kiesrecht. In ruil hiervoor krijgen de confessionelen de financiële gelijkstelling van bijzonder en openbaar onderwijs. Daarmee ontstond, uniek in heel de wereld, de constructie dat de staat betaalt voor scholen zonder dat ze het beleid daar mag bepalen. Ja, uniek in de wereld. En dat kan hartstikke leuk zijn, hè, uniek in de wereld. Maar het kan ook zoiets zijn dat je denkt, oh ja, dat is wel uniek. Ja. Hoe dan ook. Sindsdien staat in artikel 23 van de grondwet dat openbare en bijzondere scholen allebei door het Rijk worden betaald. Tegelijkertijd zijn in Nederland kerk en staat gescheiden. Dat is heel verdrietig. Het ging gewoon niet meer. Er zijn steeds vaker ruzie, allemaal dingen gezegd waar ze later best wel spijt van hadden en dat soort dingen. Maar daarom hebben wij afgesproken dat de kerk en de staat nooit op elkaar stoel mogen gaan zitten. Maar zoals altijd bij een scheiding is de grote vraag, wat doen we met de kinderen? Oftewel, wie mag er zitten op de stoel voor de klas? Nou, dankzij artikel 23 zat bij mij vroeger op die stoel een man die het ene moment vertelde dat Assen de hoofdstad van Drenthe is en het andere moment dat er 600.000 Israëlieten door een pad in de Rode Zee zijn gewandeld alsof het de Nijmeegse Vierdaagse was. Kun jij Mozes even vragen om een blarenpleister? En dan denk je, oké, bijzonder onderwijs. Dat zijn een paar dorpsschooltjes in de Bijbelbelt. Maar nee, want kijk even mee naar het schoolbord. Loop even met me mee. We hebben in Nederland 7.647 basisscholen. Hoeveel van deze scholen zijn religieus? Wat denken jullie, kinderen? Wat denken jullie? Ik versta er niks van. Ik ga het gewoon zeggen. 4.530. Dus 4.530 van de 7.647, dat is, even kijken, gedeeld door 3, dat is plus 1 onthouden, 4'tje erbij. Is dat misschien 59,24%? Ja, yes! You do math like me. Dankjewel, Bord. Rekenen kan ik wel. Taal is trouwens wel lastig. Ik maak heel veel DT-fouten, want wij gebruikten op school niet het kofschip, maar de Ark van Noach. Nou. Dan heb je ook nog Montessori, Jena-plan, vrije school. You guys have Montessori schools up there? There are so many Montessori schools in my hometown. So many. I'm going to have to look up the exact number, but a lot. I had no idea that they were in other countries as well. En dat soort dingen. En die zijn ook bijzonder. En de rest, 2362 scholen, die zijn openbaar. Nou, de meeste van die religieuze scholen, die zijn katholiek. En daar gaat het ongeveer zo. En leidt ons niet in bekoring, maar verlost ons van het kwaad aan. Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest aan. Oké. Moving onwards. Dit is de snelst schakelende leraar ooit. Kinderen, Psalm 137. Gelukkig is hij die ons wreekt voor wat je ons aangedaan hebt, die jouw kinderen grijpt en ze tegen de rotsen kapot slaat. Oké, de tafel van 3. En dan heb je ook nog protestantse scholen en reformatorische. De Bijbelse noties proberen wij ook in ons onderwijs te vertalen. We proberen de Bijbel in alles te betrekken. In
in alles betrekken. Dat is ambitieus. En everything. Jongens, Jantje heeft een vaas met 5 rode bijbels, 4 blauwe bijbels. Wat is nu de kans dat Jezus in de kleine pauze terugkeert op aarde? Wie? Verder zijn er 51 islamitische scholen. Assalamu alaikum allemaal. Aleikum assalam, juffrouw Magda. Okay, en dan zijn er nog een paar hindoeïstische scholen en 2 joodse. Je hebt hier op school wel 1 gebouw, maar je hebt wel 2 delen. Aan de ene kant heb je alleen maar meisjes en aan de andere kant heb je alleen maar jongens. Ja, dit is dus echt zo. Meester, ik vind het zo stom, zo kunnen we de meisjes niet zien. Jongens, als jullie klachten hebben over de muur, kun je ze op een briefje schrijven en in de muur komen. Ook deze scholen worden door de overheid betaald. In die zin zijn alle scholen dus gelijk. Maar sommige scholen zijn ietsje gelijker dan andere. Een openbare basisschool kan uw kind alleen weigeren als er geen plaats is. Mm-hmm. Oké, lijkt me logisch. Hè? Er moet plek zijn. Wat nog meer? Een niet-openbare basisschool mag uw kind weigeren. Namelijk als u de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van de school niet onderschrijft. Dus een kind met ongelovige ouders mag worden geweigerd op een religieuze school? Dat is best wel raar, want artikel 1 van de grondwet verbiedt discriminatie. Maar in de wet gelijke behandeling staat dus een uitzondering voor religieuze scholen. Hé, ik ben vorige week bekeerd, ik geloof nu in God. Gefeliciteerd mevrouw, dan mag je vanaf nu discrimineren. Dat is raar. Er is trouwens ook nog een groep die door alle scholen geweigerd mag worden. De school mag uw kind ook weigeren als het kind niet zindelijk is. Zo jongeman, we zitten naar jouw aanmelding te kijken en even een vraag. Kun jij al zelf plassen? Ja. Even een dweiltje halen straks. Bij streng religieuze scholen kun je dan zulke dingen krijgen. Hier, deze school weigerde een leerling omdat zijn zusje wel eens een lange broek droeg. De slet! Als je goed kijkt, dan kun je de contouren van de knieën bijna zien zitten. Bleh! Over sletjes gesproken, Sybrand Buma, lijsttrekker van het CDA. Oh no. Sybrand Buma, de lijsttrekker van het CDA, de grootste religieuze partij van Nederland, kan heel elegant uitleggen waarom het weigeren van niet-christenen bij christelijke scholen normaal is. Als ik bijvoorbeeld een vereniging opricht voor motorrijders. Ik noem iets heel anders. Na de motorbike club. Fietsers, dat is een andere club. Mag ik toch zeggen, je rijdt geen motor? Dat is geen discriminatie. Wat? Wacht even, Sybrand van Haarsma van Drogreden tot Buma. Wacht even. Dit is... Zondag met Lubach. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Maar vergelijk je nou het onderwijs, het fundament van de beschaving, de enige hoop voor een betere toekomst met een motorclub waar geen fietsers lid van mogen worden? What the fuck? Oké, goed. En hier ook leraren mogen worden geweigerd. Zwolse peuterjuf krijgt ontslag wegens niet christelijk genoeg. Dus niet dat ze geen christen was, hè? Ze was niet christelijk genoeg. Dus even in Buma-termen. Ze had een motor, hij was ook van het goede merk. Maar hier, zo dat je zo heng doet, daar zat dan niet zo'n sliertje. Not enough, you don't pass. En als je denkt dat het erg is om geweigerd te worden op een school, dan moet je kijken wat je krijgt als je wel wordt toegelaten. Dan kan het zomaar gebeuren dat deze man op jouw school wordt uitgenodigd voor een gastlesje evolutie. We gaan het vandaag hebben over de schepping. De eerste les heb ik verteld waarom de evolutietheorie niet kan. En heel veel mensen die in de evolutietheorie geloven, die beseffen zich niet dat ze eigenlijk leven volgens de regels van de Heere God. Dit is toch verschrikkelijk? It's painful. Je krijgt de kinderen dus te horen. Zich beseffen. Maar goed, ja. I love this man. He can argue with you about anything. Maar goed, ik onderbrak je in je indoctrinatie. Ga door. Carry on. Oh, maar de Heere God bestaat helemaal niet. Dus er is niet iemand die de absolute regels maakt. Dus ik bepaal zelf mijn regels. En dan komen we
in een gevarenzone. Dan krijgen we mensen als Hitler aan de macht. Really? No way. Get the fuck out of here. Als je niet in God gelooft, dan komt Hitler aan de macht. Wat is dat voor oorzaak-gevolg? Ja, kijk, als er geen roze koeken meer worden verkocht, dan komen we in de gevarenzone. Dan gaan mensen stront en stoeptegels eten. En religieuze scholen geven niet alleen een scheef beeld van de natuur, maar ook van de Nederlandse maatschappij. Aangezien wij geen Pasen, Pinksteren, Kerst en al dat soort dingen thuis vieren, vind ik het eigenlijk ook heel erg belangrijk dat ze dat ook op school niet vieren. Want anders is het best wel verwarrend. Verwarrend? Nee, geef schoolkinderen vooral geen nieuwe informatie omdat het verwarrend is. Staartdelingen, kennen jullie die al? Nee, die kennen we niet. Ach, laat dat maar zitten, joh. Super verwarrend. Kan het je wel uitleggen, maar je wordt gek. Je wordt gek. Offerfeest, kennen jullie wel? Ja? Mooi, gaan we dat weer doen. Offerfeest. Oké, luister. School is toch juist het moment voor kinderen om in aanraking te komen met andere mensen en ideeën. Yes. Op school leer je dat niet alles is zoals thuis. School is dé plek waar je erachter komt dat je ouders gek zijn. Dat hoort erbij. Op school moet een wereld voor je open gaan, niet dicht. Kijk, er zijn twee mogelijkheden. Of God bestaat, of God bestaat niet. Ik bid elke dag dat hij niet bestaat. En don't strike me down. Vragen, Arjen, heeft dat zin? Nou, voor mij werkt dat gewoon. Ja. Laat me met rust. Maar daar gaat het niet om. Kijk, als God wel bestaat en hij heeft inderdaad de hemel en de aarde geschapen, mensen, dieren, dinosaurusbotten, hij is alwetend, hij is overal aanwezig, dan denk ik dat hij het wel redt zonder de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. Dat God niet zegt, wat? Betaalt de staat dat niet meer? Ja, ik ga dat niet betalen, hoor. Het groeit mij ook niet op de rug, zeker sinds die kut-euro. Nee, kijk, God redt het wel. En als God niet bestaat, daar ga ik even niet van uit, hoor. Zuiver hypothetisch, ga er niet van uit. Maar dan zijn we dus meer dan de helft van de kinderen in Nederland totale onzin aan het verkopen. En dan zeg je, ja, maar de vrijheid dan, laat die mensen toch. Maar luister, die scheiding tussen de kerk en de staat. Het is hoog tijd voor een nieuwe omgangsregeling. Ik bedoel, laten we redelijk zijn. Een week heeft 168 uur. Die kinderen zitten maximaal 30 uur per week op school. Die 30 uur zijn ze bij de staat. Gewoon dan leren ze gewoon alleen maar taal, rekenen, topografie, kop houden enzovoort. En al die andere tijd, 138 uur per week, mag de kerk ze hebben. De avonden, de weekenden en alle schoolvakanties zijn ze bij God. Eerste kerstdag, bij God. Tweede kerstdag, ook bij God. En Francine, maar God heeft liever dat ik haar mama noem. En nu denken jullie, oh nee, Arjen wil de financiële gelijkstelling van bijzonder onderwijs afschaffen. Nee joh, maak je geen zorgen. Arjen gaat een stapje verder. Het hele religieuze onderwijs moet worden afgeschaft. Alles. En dan zeggen jullie, nee, al die supergoeie leuke scholen die toevallig een klein beetje gelovig zijn, moeten die nu allemaal dicht? Nee, natuurlijk niet. Ze hoeven niet dicht. Het enige wat moet veranderen is dat het geloof niet meer onder schooltijd wordt uitgedragen. Niemand verbiedt kinderen om te geloven. Niemand verbiedt ouders om ze 138 uur per week alles wijs te maken wat ze maar willen. Het gebeurt dan alleen niet meer op school. En dat is beter voor de integratie, beter voor de wetenschap. En het is zelfs beter voor Sybrand van Haarsma van Drogreden tot Buma. Want die mag eindelijk gewoon lid worden van een motorclub met zijn fiets. There you have it, ladies and gentlemen. The genius Arjen Lubach. Definitely a man I would never want to argue anything with. But he does make a lot of valid points. There's a lot of... I think we should send our kids to school to learn the fundamentals. Here, go learn how to read, write, count, tell time. From there, they're going to make up their own minds about what their interests are. And if they decide that they want to go a religious route, or if they decide they want to go to a tech school, or if they decide that they want to do something with their life, let them make it up then. Let's just teach them the basics, the essentials. Give them what they need so they can get started. Teach them about technology, because technology is taking over at a rapid pace. They're going to need to grow up into it. They're going to need to know how to use an iPad, how to use an iPhone. I'm not saying you got to buy them their own,
But once you teach them the basics and you put them out there on this new, on this thing that we call the World Wide Web, they're going to find all kinds of things that they're interested in doing. And then you just expand from there. Definitely get over. So Aryan Lubach, all the love in the world. The Avon Show met Aryan Lubach. We're already subbed up. We already smashed the like button. You go do the same. Smash the like button here if you liked it. The dislike button. But I won't believe you. Tell the next one of my thinking possible. You guys be happy, healthy, safe. But let me to the moon and back. Peace.